Maar wij beginnen alvast met enige inleidende beschikkingen. Hoe ziet de dag er nu uit? Nou, beginnen we nu even een paar korte toespraakjes ook, van Arjan, die zal nog even vertellen. Even terug in die geschiedenis, de roemrijke geschiedenis van de arbeidersbeweging. Verdient wat mij betreft eer herstellen. Goed om daar op een dag als vandaag bij stil te staan. Want vele voorouders in deze stad gingen ons voor in eendracht en leren ons lessen over verbinden en verbonden zijn. Ik zou zeggen, zonder verleden geen toekomst en zonder eendracht geen sociaal-democratische beweging. En vakbondsbestuurders die net als de meeste andere mensen in de 19e eeuw niet echt gewend waren om op de foto te komen. Dus het is net alsof ze in strak pak een soort façade voorhouden, maar niets is minder waar. Want deze mannen lieten beslist niet over zich lopen. We gaan even daar het veld in, want we hebben nu een lading, een voorschot gekregen, om het zo te zeggen. En ik wil graag 1000 jaar terug, de geschiedenis, de arbeidsgeschiedenis van Almelo. En dan gaan we een grote sprong maken naar 200 terug. En dan doen we nog 2 plekken en dan gaan we stilstaan. En dan komen we hier weer terug over op een 3 kwartier. Hoop je hier weer terug te zijn. Maar ik zou toch even aan jullie een vraag willen stellen. Waarom zijn jullie destijds, 25 jaar geleden, lid geworden? Kun je daar iets over zeggen? Mag ik, omdat ik nu oogcontact met jou heb, met je, wil jij daar iets nu over zeggen? PvdA, maar omdat je dus wel in 94 lid bent geworden bij de jonge socialisten, tellen de jaren die tellen gewoon mee. En zodoende ben ik aangehaakt en ja, blijven hangen. Op naar de volgende 25. En kwam ik Henny uit Nijhuis tegen. Ik kon niet gaan praten. En toen werd ik lid. Dan kom je er niet meer onder. En ik volg de partij wel, maar ik ben niet zo actief erin. Dat kan misschien nog in de loop der jaren veranderen. Ja. Ik kwam in de PvdA en ik was zeer actief in Olinsa. In Almelo niet actief. En zodoende de lidmaatschap is daar gebleven. Oké? Okay? Okay.